Ja, we zijn in de kop van de provincie, want we zijn bij de Overijsselse Merentocht. Huip staat al klaar, de boot ligt klaar. Huip, waar zijn we nu precies? We zijn nu op de Strekdam in de Beltewiede. En we gaan varen de Beltewiede rond, nog een keer de Beltewiede rond. En dan naar Wanneperveen. Ik zag de eerste zwemmers net al vertrekken. Die zijn al onderweg, wij varen erachteraan. Waarom liggen we hier nu eigenlijk stil? We hebben zo net van twee teams gewisseld. En er is een nieuw team aan boord gekomen. De zwemmer is gelijk weer onderweg gegaan, want we willen zo min mogelijk verlies van tijd. En de rondvaartboot komt erachteraan. Nou, laten we gaan. Top. Let's go. Ja, daar zitten we dan op de rondvaartboot. Je zit nog in een normaal t-shirtje, maar je moet zwemmen, begrijp ik. Ja. Ik moet pas om 3:30, want dan moet ik mijn 30 uur zwemmen, dus ik heb nog even de tijd. Ja, het is nu nog, het is net middag geworden, dan moet je nog even wachten. Ja. Er ligt nu iemand anders in het water. Om de hoeveel tijd wisselen jullie dit? We wisselen om het 3:30, dan gaat de volgende. En zo maken we de shift af en dan gaan we weer naar huis. Dus het is niet zo dat je bepaalde afstanden zwemt, maar het gaat echt om de tijdsduur en dan is het maar kijken hoeveel afstand je dan aflegt in die tijd eigenlijk. Ja, dus, we zwemmen echt 3:30, dan is het wel lang zat om te zwemmen. En dan gaan we er weer uit, dus niet op kilometers, nee. En moet jij eerder het water in of moet je nog langer wachten? Nee, ik moet eerder. Ik moet om 12:40 het water in. En jullie hebben ook al gezwommen? Je al eerdere shifts gehad? Ja, klopt. Vannacht moesten wij van 6:00 s'avonds tot 12:00 s'nachts. Dus in het donker moesten we allebei zwemmen. En hoe was dat? Is dat dan makkelijker of moeilijker? Want ik kan me voorstellen dat het nu behoorlijk warm is. Ja, het is wel makkelijker, want je ziet eigenlijk niet waar je heen zwemt. Dus op een gegeven moment heb je gewoon 30 minuten gehad. Maar het is ook wel weer een beetje eng, want je ziet dus niet waar je zwemt. Dus ja, dat is wel een beetje eng. En dan kom je eruit. Nu kan ik me voorstellen, als je vandaag in de zon ligt, dan droog je snel op. Je zit wel in een soort wetsuit aan als jullie zwemmen? Ja, we hebben een wetsuit aan met speciale sokken ook erbij. En die doen we dan uit. Nu droogt het wel, maar vannacht heeft het niet echt gedroogd. Dus het was wel echt koud om weer aan te trekken. Dus ja. Ja, Huip, er gebeurt van alles op de boot. Maar even kort die zwemtocht. 200 kilometer, hoe is dat ontstaan en waarom? Nou, na voortijdig afgebroken tocht van Maarten van der Weijden stonden wij aan het begin van het seizoen dat door te spreken na de training. En het idee van, zullen wij het afmaken dan? Maar ja, wat doen wij als Steenwijkers dan in Friesland? En het is wel van, maar we hebben hier ook een tocht, een schaatstocht. En die kunnen we wel doen. En we hebben ons netwerk hier, dus kunnen we ook dingen regelen. U benoemt het al, de schaatstocht. Het is natuurlijk oorspronkelijk de Overijsselse Merentocht begonnen als schaatstocht. Nu de eerste keer dat jullie zwemmen. Kwamen er ook mensen nog met reactie van, waarom is die zwemtocht nog eerder dan die schaatstocht? Ja, dat komt zo uit. We zochten een mooie zwemtocht en dat was deze, de Overijsselse Merentocht. Nu bent u chef de mission. Nou, ik zie heel veel papieren, portofoons. Dat is een aardig verantwoordelijke taak, want wat doet u allemaal op deze boot? Ja, ik coördineer eigenlijk de zwemmers, de aflossing daarvan, de boten, alles wat er geregeld moet worden. Nu wordt er niet alleen overdag gezwommen, ook 's nachts. Wat brengt dat nog voor jullie voor problemen of complicaties met zich mee? Nou, het is donker en dan hebben we verlichting nodig op de boten. Dat zit er vaak wel op, maar ook op de zwemmer. En, maar voor de rest werkt het eigenlijk wel ongeveer hetzelfde. Nu, om het 30 minuten wordt er gewisseld van zwemmen. Hoe gaat dat in zijn werk? Want iemand gaat eruit, iemand gaat erin. Dat klinkt heel logisch, maar er zit ongetwijfeld een procedure aan vast. Nou ja, we hebben een achterste sloep en daarin zit een zwemmer. Die de volgende gaat aflossen. Op een gegeven moment zeg ik wissel. En dan zwemt de zwemmer naar de nieuwe zwemmer naar de volgende zwemmer toe. En tikt af en de zwemmer die afgelost is, die gaat weer in de sloep. Ja, we zitten inmiddels op het sloepje achter de zwemmer, die nu aan het zwemmen is. Maar Justin, jij gaat zo ook het water in. Als ik het goed heb begrepen, ben jij in ieder geval de jongste die zwemt. Zeker, ja, dat kreeg ik ook gisteren te horen en ik voel me vereerd. Ja, want hoe is het om mee te doen? Je hebt al het water in gelegen, begreep ik. Ik heb al meerdere keren het water in gelegen en het is bijzonder om mee te doen. Dat is denk ik de beste omschrijving. Zwaar?
Mentaal, ja. Ja, tuurlijk, ik voel wat spierpijn her en der na de eerste paar keer zwemmen. Maar je merkt soms echt op stukken dat je het mentaal zwaarder krijgt dan dat je lichamelijk het ooit gaat voelen. Heb je ook in de nacht al gezwommen of is dat nog niet van toepassing geweest? Ik mocht gisternacht heb ik Blokzijl gepasseerd. En ook dat, je ziet het lampje voor je. En in Blokzijl trouwens zelf heel gaaf. Heel veel mensen juichen, klappen en al die lichten. Maar dan kom je Blokzijl weer uit en dan zie je alleen weer dat lampje voor je. En dat zijn de zware stukken. Ja. Ja, want ik begin net van de andere zwemmers. Je weet op het moment dat je zwemt niet exact hoe lang je nou aan het zwemmen bent. Maakt dat het dan ook zwaar dat je soms het gevoel hebt van hoe lang moet ik nog en haal ik die 30 minuten? Ja, je hebt geen besef van tijd. Maar ondertussen kun je natuurlijk wel spieken als de volgboot naast je begint te liggen en je ziet al de tweede zwemmer omkleden, badmuts op, zwembril op. Dan weet je al van oké, persoonlijk zeg ik dan gas geven, die laatste 5 minuten die knallen we er nog bij. Maar nee, echt besef van tijd heb je niet, nee. Wat is dan het mooiste van deze hele activiteit, die 4 dagen? Ja, ik denk toch dat je dat als geheel moet zien. De hele organisatie, ook die erachter zit natuurlijk, in elk geval bedankt. Maar de hele organisatie, hoe we dit op poten kunnen zetten en hoe we dit samen kunnen presteren. Ik denk dat wel het mooiste is. Ja. En hier komt de Overijsselse Merentocht voor ons in ieder geval ten einde. Op de achtergrond varen de bootjes door en vooral het belangrijkste, de zwemmers zwemmen door. Ze blijven nog even doorgaan, want ze hebben nog zeker 2 dagen te gaan. En met dit weer en deze watertemperatuur moet het ongetwijfeld helemaal goed komen. En dat alles voor het goede doel, het KWF. Altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Download onze gratis app.